Ja, nee, gewoon. Ik ben hier op vakantie gewoon, omdat ik nou vakantie heb in Nederland. Dus dan ga ik altijd, ja, meestal wanneer ik kan, wil ik naar Curaçao komen. Want ja, mijn vader is hier geboren. Dus ja, ik heb mijn familie hier. Dus voor mij is het gewoon speciaal om hier te komen. En ook natuurlijk om te relaxen. Dus, Jouw vader is hier geboren en ben jij zelf ook hier geboren? Nee, mijn vader is hier geboren en ik ben in Nederland geboren. En ja, mijn moeder is gewoon Nederlands. Dus ja, nee, mijn vader komt van hier. Dus dat is altijd, altijd mooi als ik weer terug ben. Loi, ik weet dat je in Vitesse zit en met Patrick van Aanholt speelt. Hoe was voor jou het seizoen? Ja, nee, Patrick van Aanholt is een goede vriend van me. En het is altijd fijn om iemand bij je te hebben. En natuurlijk ook die Antillianen is. En het seizoen was goed te gaan. We begonnen goed en we zijn hoog geëindigd. We zijn vierde geworden en we hebben Europees voetbal gehaald. Dus dat is voor Vitesse het hoogst haalbare. En voor mij persoonlijk wat minder, omdat ik niet veel heb gespeeld wat ik wou. Want ik ben momenteel tweede keeper, dus ik heb niet alle wedstrijden gespeeld. Maar ik heb toch een aantal wedstrijden meegepikt. En die wedstrijden die ik heb gespeeld gingen allemaal goed. Dus dat is wel mooi. Ja, ja, jullie hebben Piet Veldhuizen als eerste keeper. Hij was in 2011, als ik me niet vergis, naar Hercules in Spanje geweest. Of hij was met een try-out, laten we zo zeggen. Maar het lukte niet. Hij kwam terug. Was het een teleurstelling voor Eloy? Ja, klopt. Nee, hij was naar Spanje gegaan om daar te gaan spelen. En toen heb ik eigenlijk ook mijn nieuwe contract getekend voor 4 jaar. Die loopt door tot 2015. En ja, ik was de eerste keeper. Dus ik heb dat seizoen, als ik me niet vergis, 35 wedstrijden in Eredivisie gespeeld. En de meeste minuten gemaakt. En het ging gewoon goed dat seizoen. En aan het eind van het seizoen kwam er een nieuwe trainer. En die nam Piet Veldhuizen weer mee terug naar Vitesse. Dus toen... Ja, toen werd ik tweede keeper eigenlijk, dus dan ja, daar ben je wel teleurgesteld omdat je eigenlijk alles hebt gespeeld het afgelopen seizoen en het seizoen daarna beland je op de bank, dus dat is wel even minder, ja. Nu heeft Piet Veldhuizen tot 2016 getekend. Wat betekent dat voor Eloy nu? Overstap naar een andere club? Ja, ik heb ook nog een contract voor 2015, dus ik heb nog aankomend seizoen erop, dus nog 2 jaar heb ik een contract bij Vitesse, dus ik ga me gewoon 22 juni weer melden bij Vitesse en gewoon vol er tegenaan gaan, want ik weet van mezelf wat mijn kwaliteiten zijn. En, momenteel hebben we nog geen nieuwe trainer, dus even afwachten wie de trainer wordt. En hopelijk ziet die trainer in mij wel de eerste keeper. Ja. Dus ik weet dat je in april ook een paar wedstrijden hebt gespeeld in verband met een hersenschudding van Piet Veldhuizen. Was het wel leuk voor jou om weer onder de doel te staan? Ja, eigenlijk wel, omdat ja, het is voor mij eigenlijk, ja, als ik weer keep, dan is het heel normaal, omdat ik eigenlijk al een seizoen heb gespeeld. Dus het is zo, toen ik erin kwam, en dat is wel vaak gebeurd met Piet Veldhuizen, dat hij geblesseerd raakte. Dus voor mij was het heel normaal dat ik weer moest spelen. En ook de teamgenoten van mij, die hebben ook gewoon vertrouwen in mij. Dus die zeiden ook allemaal, ja, je kan het, en dat is geen probleem. En we hadden die wedstrijd ook 4-0 gewonnen van ADO Den Haag. En, dus dat is allemaal goed. Maar zijn er enige contacten met andere clubs? Ben je bezig of je zegt nee, laat het maar even aflopen tot 2015 en daarna zien we het wel? Ja, ik sta gewoon nog onder contact bij Vitesse en de dingen, als er wat is, het gaat allemaal via mijn manager. Dus daar hou ik me niet zoveel mee bezig. Ik probeer gewoon te voetballen en daar ben ik goed in, dus dat doe ik gewoon. En hoe is het op Curaçao? Kom je vaak op Curaçao? Om even van Curaçao te praten, kom je wel vaak op Curaçao? De laatste keer dat ik hier was 2009 eigenlijk, was ik samen met mijn vader hier en ik probeer gewoon wanneer ik kan wil ik hier naartoe, maar ja, mijn vakanties zijn meestal niet zo lang of op andere periodes, dus ik ga proberen om hier vaker te komen, maar als ik er ben dan is het natuurlijk genieten. En als Eloy Room hier op Curaçao zou zitten, hoe loopt een dag van Eloy op Curaçao? Ja, eigenlijk niet veel. Gewoon relaxen, naar de stranden gaan en veel van het eiland zien natuurlijk, want ik zit hier nou gewoon met mijn familie in een huis en dus ik wil gewoon zoveel mogelijk van het eiland zien en dat is gewoon het mooiste natuurlijk, want ja, ik heb hier toch mijn roots liggen en voor mij is het heel mooi om hier het eiland te bezichtigen. Is de plan om wel eens op Curaçao te komen wonen? Ja, het is wel een droom van mij om hier een huis te gaan kopen, dus dat is wel in de planning, ja. En herkennen de mensen wel als je op straat loopt of zo? Dat, Eloy Room, even dingen voor mij, een bal tekenen of op mijn shirt tekenen. Gebeurt het wel eens? Nee, ik moet zeggen, het is hier in Curaçao kan ik gewoon rustig eigenlijk over straat. Ik bedoel, als ik in Nederland ben, dan zijn er vaak kinderen en mensen die op de foto willen of handtekeningen. Maar hier op Curaçao kan ik eigenlijk gewoon normaal over straat, dus ik word niet lastig gevallen hier.
Dus hier loop je echt lekker rond. En... Ja, ik loop hier gewoon relaxed rond, ja. Hey Aloy, hartelijk bedankt voor de interview. En we hopen all the best. En als een andere trainer komt, dat hij echt in jou de eerste keeper ziet. Ja, bedankt. Ik hoop het ook, want ik wil natuurlijk spelen.